Ja, twee rekenregels krijg je erbij voor het komende stukje. En dat zijn rekenregel nummer 5 en nummer 6. En ik laat ook even zien dat het klopt, dat het mag. Nou, daar komt hij, rekenregel nummer 5. Schrijf hem eronder in je kast, hè? Want dan hou je ze lekker bij elkaar. Of waar je ze ook de vorige keer geschreven hebt, ik hoop in de kast. De eerste van vandaag is G log A. Die kan ik schrijven als P log A gedeeld door P log G. Nou, wat is er veranderd? Het grondtal. Ik mag overgaan op een ander grondtal. Dus als die G bijvoorbeeld 3 is en ik wil liever grondtal 4 hebben, mag ik daar wel een 4 van maken. Maar dan moet ik wel even die delen door elkaar. Ik doe een getallenvoorbeeld. Want soms komt dat makkelijker uit. Ik heb 4 log 3. Je hoeft het niet per se mee te schrijven meer. Die rekenregel moet er staan. Dat mag wel, hè, dat je meeschrijft. 4 log 3. En jullie weten allemaal dat ik 3 niet kan schrijven als een 4 tot de macht. Dus nou ben ik eigenlijk klaar ermee. Maar toch wil ik hem uitrekenen. Nou ja, dit komt dan voor in een vergelijking, zodat alles eenzelfde log krijgt. Ja? Nou, wat ga ik hier nou mee doen? Ik ga dit schrijven als 2 log 3 gedeeld door 2 log 4. Ik heb natuurlijk die 2 bewust gekozen. Want 2 log 4, wat kan ik daarmee doen? Ja. 2 log 3 is 2 log en die 4 kan ik schrijven als 2 tot de macht 2. Mag P gewoon zelf bepalen? Ja, maar wel handig bepalen zodat het wegvalt. Zodat je hier een sommetje krijgt wat je uit kan rekenen. Dus je krijgt 2 log 3 gedeeld door 2, oftewel is een half log 2. Log 3. Stel je voor dat je in je vergelijking een 4 log hebt staan en ergens anders een 2 log, dan kan je er niks mee in je vergelijking. Dan moet je die 2 log omschrijven of die 4 log, wat handiger is. En dan kan je er wel verder mee rekenen. Ja? De tweede regel van vandaag. En die komen we vaker tegen, eigenlijk. Dat is 1 gedeeld door G log A. En dat is natuurlijk vervelend als er een derde of een vierde of een vijfde hier achterin. Ja, dat is vervelend, want daar rekenen we niet, niet graag mee. Dat mag je schrijven, een minnetje ervoor. En dan gewoon een G log A. En dat zal ik ook even laten zien waar dat vandaan komt. Want ik heb een half log, heb ik daar een A van gemaakt? Ja. Een half log A is. Ik ga weer over op een ander grondtal. Ik gebruik eigenlijk rekenregel nummer 5. Dus ik krijg 2 log A. Heet ook die andere ding of? Gedeeld door 2 log een half. Ja, maar ik gebruik rekenregel nummer 5. Mag dit? Ja. Ja, hè? Die half, die kan ik omschrijven als een 2 tot de macht. Wat wordt dat? Wat wordt dat? 2 tot de macht? Min 1. Je macht is altijd je antwoord, dus er komt een min 1 voor. Of voor. Het is gewoon min 1. Oftewel min 2 log A. En dan heb je die eerste rekenregel. Of de zesde rekenregel, moet ik zeggen. Hè? Ja? Nou zijn de andere opgaves die je moet maken. Ga verder met die vergelijkingen. En dat zijn opgaven 20. Tot en met 23, dat heb ik goed onthouden.
Het zijn allemaal vergelijkingen. En dan komen deze twee regeltjes bij. Dus 20 tot en met 23. En dan ga je de laatste 20 minuten, iets minder zelfs, nog even aan werken. Ja? Het voelt allemaal heel logisch.